Technologie kan leerlingen helpen leren. Denk bijvoorbeeld eens aan een iPad, een device met veel handige functies. Ik laat het je zien. Mijn naam is Eveline en in dit filmpje laat ik je zien hoe je de tekst van een foto kunt laten voorlezen. Het kan handig zijn om een tekst van een foto voorgelezen te krijgen, bijvoorbeeld voor leerlingen met dyslexie. Daarnaast maak je leerlingen hiermee ook zelfstandiger. Alex zit als een geheim agent aan de tafel in de kamer. Zet eerst de optie voor het voorlezen van teksten aan. Ga naar instellingen en daar naar toegankelijkheid. Tik op gesproken materiaal en zet de optie Spreek selectie uit aan. Ga in instellingen naar algemeen en vervolgens naar taal en regio. Zet daar live teksten aan. De instellingen staan klaar voor gebruik. Maak nu een foto van de tekst. Tik rechtsonder op het teksticoontje en selecteer een paar woorden. Tik op Spreek uit. Alex zit als een geheim. De iPad spreekt nu uit wat je hebt geselecteerd. Wil je meer weten over het gebruik van de iPad in jouw klas? Lees dan even verder op de website van de Rolfgroep.